Oud-adviseur van de regering Eddie Josephson is zondag overleden. Tijdens de regering Boutersen was Josephson vanwege zijn achtergrond als onderwijzer belast met het ordenen van het onderwijs. Verder was hij in de jaren 80 een van de eerste adviseurs van toenmalig rebellenleider Ronnie Brunswijk. De vicepresident maakte dit vanmorgen bekend tijdens de regeringspersconferentie. Brunswijk gaf aan dat Josephson tot voor zijn dood zijn adviseur was. Eddie Josephson heeft vriend en vijand verrast door zijn plotseling heen gaan. Hij was nauwelijks 1 week ziek. Hij sprak de afgelopen dagen nog vrij grachtig over het vele werk dat gedaan moest worden. Suriname verliest in hem een zeer ervaren en kundige wetenschapper. Ik vraag u daarom 1 minuut stilte voor onze zeer gewaardeerde Eddie Josephson, die ons is voorgegaan in de leeftijd van 83 jaar. Het is nog niet bekend waaraan hij is overleden.